Meneer Bommans, er zijn mensen die lopen zo door een jaar en door het leven heen blijkbaar zeer afwezig en verstrooid. Het lijkt net of ze er vaak niet bij zijn. En is mijn grote probleem, hebben die mensen toch een idee dat de tijd verstrijkt? Ja, als volwassenen, dames en heren, vliegt de tijd. Als kind helemaal niet. Ik weet niet hoe dat wel eens is opgevallen. Ik zal u eens een klein verhaaltje vertellen wat mij persoonlijk is overkomen. Als illustratie hoe grote gaten bij ons in de tijd vallen als je een groot mens bent. Ik woonde in 1940 in de Zonnelaan in Haarlem. En ik had daar contact met een jongetje, die was 11. En die zat in de tweede klas lagere school. En als je hem... Hij was niet zo intelligent. Als je hem vroeg wat is 5 en 7, dan zei hij 20. Maar het kwam er wel direct uit. Hij kon niet zo erg mee in het leven. We hadden veel contact. En na 20 jaar, was het 1860, oude jaar. Precies een jaar geleden. Wat ik u vertel is werkelijk gebeurd. Ik ging naar buiten, 11:15. Dan heeft zo'n straat opeens weer contact. Een kwartiertje. Ik had wat bommetjes bij me. Ik begon een kuiltje te graven in het trottoir. Voor een pijl. En een paar meter vanaf zie ik Henkie Visser zitten. Dat kereltje. En opeens herkende ik hem. Ik zei, dag Henkie. Zei hij, ik ben Henkie niet. Hm? Zei ik, maar je bent toch Henkie Visser? Nee, zei hij, ik ben wel Visser, maar ik ben niet Henkie. Ik zei, maar je lijkt er sprekend op. Wat is 5 en 7? 20, zei ik. Ja. Ik zei, maar hoe heet je dan? Ik heet Jantje, zei hij. Toen kwam er een man op me af. Hij was toch ook een kuiltje aan het gaan? Hij had een klein baardje. En die zei tegen mij, ik ben Henkie. Dan zei ik, maar wat is dat dan? Zei hij, dat is mijn jongste. Er was opeens een heel gat weggevallen en Henkie had een kind gekregen. Zoontje heeft een paard. Je ziet hieruit, dames en heren, hoe ontzaglijk snel de tijd voor volwassen mensen voorbij vliegt. En als kind was het iets heel anders. U herinnert zich wel wat een vrije woensdagmiddag was. En wat een oceaan van tijd een 30 minuten opblijven was. En dat is allemaal verdwenen. En ik vraag mij af, nu het 11:50 is, hoe komt dat? Ik geloof dat komt omdat alles in die tijd nieuw en opwindend was. Je deed bijna alles voor de eerste keer. De volwassene gaat repeteren. Ze raken aan de dingen gewend, ze voegen die in een bepaald schema. En zodra we dat gaan doen, begint de tijd te vliegen. Er is een wet, geloof ik, en die luidt zo. De snelheid van de tijd wordt groter naarmate we aan het leven gewend raken. En als dat waar is, dan zou dus de tijd langzamer gaan lopen als de dingen om ons heen weer nieuw werden. En dames en heren, inderdaad zien we dat gebeuren. Bijvoorbeeld op een reis. Bent u wel eens een weekje in Brussel geweest? En is het u dan nooit overkomen dat u na 2 dagen in uw hotelbed wakker werd en plotseling bedacht, ik ben pas eergisteren vertrokken. En het is dan bijna niet te geloven, zo lang lijkt die Brusselse tijd. Of u logeert bij een vriend, niet waar? Ook daar zijn de dingen nieuw. Hij heeft andere zeep, een beetje groter. Hij heeft andere handdoeken, zijn een beetje kleiner. Hij heeft ook een vrouwtje dat wat kleiner is. En alles. U zit met die vriend te praten. U bent daar net een dag, vrijdag aangekomen. Het is een zaterdag, zit u met de kachel. En opeens denkt u, gisteren was ik nog thuis.
hoe ontzaggelijk langzaam gaat de tijd als we de dingen weer verrast en nieuw bekijken. En dat komt omdat u heeft geleefd als een kind die paar dagen. Op hetzelfde moment begint dan de tijd zich uit te breiden en wordt een enorme oceaan, waarin de meest wonderlijke dingen zich afspelen. Ik geloof, dames en heren, dat de grote vijand van de volwassenen de sleur is. Als u erin slaagt om die om te zetten in iets spannends, iets fascinerends dat u werkelijk boeit, dan wordt zo'n jaar eindeloos. En leeft u werkelijk 10 maal zo lang. U moet proberen om alles wat u doet voor de eerste keer te doen. U moet als het ware in Bussum leven alsof u in Brussel logeert. Het geheim is dat u alles een beetje anders doet dan u gisteren gedaan hebt. Het is waar, de dood kunt u niet ontgaan. Dat is ook niet erg. Want dan begint de grote logeerpartij bij een gastheer die zo boeiend is dat de tijd volledig stil gaat staan en eeuwig wordt.